en welkom op Gymnasium Beekvliet. Wij gaan jullie vandaag laten zien wat Beekvliet een leuke school maakt en je hopelijk helpen bij de zoektocht naar de middelbare school die het beste bij jou past. Beekvliet heeft een breed aanbod aan vakken en activiteiten die je daarbuiten kunt doen. Zoals muziek, toneel, sport en er zijn verschillende commissies. We gaan je hier meer over vertellen, dus blijf kijken. Wat ik erg fijn vind is dat je op Beekvliet de ruimte krijgt om jezelf te ontdekken en te groeien in de richting die je later op wil. Ik heb zelf gekozen voor een creatief vak erbij en dat is beeldende vorming. Op dit moment zijn we bezig met het maken van onze eigen verf. Dit doen we op de manier waarop ze dit vroeger ook al deden in de middeleeuwen. Een van mijn favoriete vakken op school is gym. Zelf vind ik voetbal het leukst, maar we doen ook allerlei andere sporten. Zoals hockey, basketbal, atletiek en in de winter sporten we in de gymzalen. School hebben twee pauzes waar je gezellig kunt bijpraten met vrienden en vriendinnen. In de aula, bij de garderobe of gezellig buiten aan de picknicktafel. Ook kun je basketballen in de pauze als je daar zin in hebt. Beekvliet is natuurlijk een gymnasium, dus de klassieke talen kunnen niet ontbreken. In de onderbouw krijg je Grieks en Latijn, waar je veel leert over de Romeinse en Griekse cultuur door bijvoorbeeld het vertalen van oude teksten. In de bovenbouw kun je kiezen tussen Latijn en Grieks en op basis van die keuze ga je op reis. Als je Latijn hebt gekozen, ga je naar Rome en als je Grieks hebt gekozen, ga je naar Griekenland. Ik ben zelf naar Rome gegaan en vond dat echt heel erg leuk. Je zag veel van wat je vorige jaren hebt geleerd terug in het echt. Ook heb ik heel veel nieuwe vriendschappen gemaakt en nieuwe herinneringen die ik nooit zal vergeten. Ook hebben we muzieklessen op school. In de eerste en de tweede is het een verplicht vak, maar kan daarna ook nog worden gekozen als een examenvak. Naast deze muzieklessen hebben we ook een jaarlijkse muziekavond waar je kan optreden op een echt podium voor een publiek. Dit hebben ik en drie vriendinnen de afgelopen 2 jaar gedaan met onze ABBA-act. Om te zorgen dat het licht en geluid goed geregeld is tijdens de muziekavond, hebben we de techniekcommissie. Wij regelen de techniek rondom alle schoolevenementen, zoals de muziekavond, toneel en de feesten. Het toneel vindt elk jaar plaats in een echt theater met meerdere voorstellingen, waarvoor maanden wordt gerepeteerd. Naast de techniekcommissie heb je nog een hoop andere commissies. Zo heb je onder andere de leerlingenraad, de onderwijscommissie, de sport- en de goede doelencommissie. Zelf ben ik voorzitter van de Goede Doelencommissie. En een van de goede doelen die Beekvliet steunt is Edukans. Zij zetten zich in voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Ik ben 2 jaar geleden met Edukans naar Ghana geweest en een klasgenootje van mij naar Ethiopië. Ik vind het ontzettend leuk dat dit soort activiteiten mogelijk zijn vanuit Beekvliet. Misschien ben je erg goed in talen of vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Of wil je meer de technische kant op met vakken zoals natuurkunde en scheikunde. Tijdens je tijd op Beekvliet kom je erachter waar je interesses liggen. Ik hoop dat we een goed beeld hebben kunnen geven van wat Gymnasium Beekvliet te bieden heeft. Voor meer informatie neem een kijkje op de site, kom naar de open dag of een van onze meeloopdagen. En hopelijk tot snel.